Dag moestuinvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Tom's Moestuin. Vandaag ga ik nog eens een rondje doen door de moestuin. Ga ik een aantal zaken oogsten. Tuinbonen hoop ik te oogsten vandaag en ook een aantal vroege aardappelen. Ziezo moestuinvrienden, het loof van de vroege aardappelen is al gelig aan het worden. Zelfs eigenlijk bij de eerste bloemetjes kun je soms al de vroege aardappelen gaan oogsten. Maar ik heb nog geen tijd gehad. Straks in een compilatievideo zul je zien of ik hier wat oogst uithaal. Ik zal niet alles ineens gaan oogsten, maar ik zal er toch een kleine voorraad meedoen naar huis. Voor de kleine Ella en voor mijn vrouw en ik. Hier zie je ook mijn wijnhaard. De lavendel is super in bloei. Er komen ook heel veel bijtjes op af. Centraal in beeld zie je er eentje. Dat is super goed voor de bestuiving in mijn moestuin, dat hier veel bijtjes aanwezig zijn. De druiven zelf zitten in de vruchtzettingsfase. De bloemetjes zijn allemaal bevrucht, hoop ik. En je ziet dat er al kleine ertjes, ja, het zijn eigenlijk geen ertjes, maar ze noemen het de fase petit pois, dat wil zeggen dopertjes in het Frans, dat ze kleine druifjes krijgen. Ik heb de wijnhaard afgetopt, hier deze 22 stokken, en hoop dat de druiven heel goed zullen groeien. En dat ik in september, oktober kan starten met het maken van heerlijke wijn. Hier heb ik nog wat uien, die staan heel droog. Die hebben geen vinascali gekregen. Ik had geen tijd meer de voorbije weken om dat te doen. Ik heb het wel gedaan bij de snowballs, die staan daar ietsje verder. Ik zal hier een evenwichtsoefening doen. Hopelijk zie je geen gebroken scherm, zodanig dat ik gevallen ben. Hier zie je de snowballs. Ik heb die wel vinascali gegeven. Die beginnen heel mooi te dikken. De snowballs zijn eigenlijk heel vroege pootuien. Die waren voor de eerste keer verkrijgbaar in de webshop van Moestuinweetjes. Wat jullie ook opvalt, is dat ik geen insectenhaas gespannen heb. Ook een beetje door tijdsgebrek. Jullie weten dat mijn focus op de moestuintunnel lag dit jaar. En op mijn druivenstokken en op het eenvoudiger maken. Maar desondanks heb ik hier geen last van de uivlieg. En heb ik toch mooie, ja, dikke uien. Ik hoop dat ze nog een beetje groeien. Het loof heeft er alvast nog zin in. Hier en daar schiet eentje door, zoals hier. Heeft er geen zin meer in. Maar die laat ik dan even staan. Het zijn mooie bloemen. De jonge druivenranken die ik aangeplant heb, die staan hier. En die moet ik ook laten doorgroeien dit jaar. Ik moet ze ook nog opbinden. Ik moet die nog draden spannen. Ik moet nog heel veel. De beste struiken hebben jullie vorige aflevering gezien. Hier staan de wortelen op zaailint. Ziezo. Daar heb ik nog niet van geoogst. Ik zal straks ook eens kijken of daar al iets aan staat. Zie je ook in het compilatiefilmpje. Maar eigenlijk ben ik naar hier gekomen om tuinbonen te oogsten. Ik heb vandaag verlof, Ella slaapt en mijn tuinbonen hebben het gehaald. Ze hebben het gewonnen van de bladluizen. Er is hier wel eentje omgevallen, maar het hangt hier echt vol met tuinbonen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Een leuk werkje om vanavond te gaan doppen. Ik ga ook nog eens voorbij de zomerprei voorbij komen. Je ziet dat ik de bedden gemulched heb met gras, om minder onkruid te krijgen. De zomerprei staat er heel goed bij. Zou een beetje aangeaard moeten worden. Maar ook hier weer zou ik heel graag seconden, minuten, dagen, uren, maanden tijd kunnen kopen om dat te doen. Maar het komt wel nog in orde. Ik heb deze morgen 2 gele courgetten geoogst. Plantjes van moestuinweetjes.com. Ook 2 ronde. En de gewone groene, die ik normaal heel klein oogst, die zijn ook al aan het komen. Ik ga nog een blikje werpen in de serre. En ik ben eigenlijk een week op reis geweest. Ik ben vertrokken de dag nadat ik mijn irrigatiesysteem geïnstalleerd heb. Dus het was heel spannend om hier deze morgen te komen kijken. En ik zag deze morgen dat de planten een halve meter gegroeid zijn. Formidabel. En dat de aarde naast de druppelaars heel mooi
nat is. Ik zie ook de eerste snackpaprika's komen. Jeeps. Ja, die hangen hier. En je ziet ook momenteel de druppelaars hun werk doen. Hiervoor hangen ze. Ziezo, daar centraal in beeld. Zie je hem ook werken. En zo staan hier per plant, bij iedere plant, zo een druppelaar water te geven. Dat hoef ik niet meer te doen. Je hebt het misschien al gezien in een vorige aflevering. Ik heb ook nog een instructievideo gemaakt, waarmee ik eigenlijk een combinatie van 13 mm slang en 4 mm slang. Er zitten ook kraantjes op, je kunt het ook dichtzetten. Tot bij de planten geraak. En dat is super handig. Deze watermeloenplant bijvoorbeeld, ja, die heeft het natuurlijk. Waar is de druppelaar? Ik zie hem niet door het schermpje van mijn camera. Ah, daar is het. Die krijgt constant water. Die is vertrokken. Ik ga nog de snoeiwijze wat moeten aanpassen. Maar ik hoop dat dit hier heel veel watermeloenen zal opleveren. En ook pepers en paprika's. Ik heb er echt goede moed op. Je ziet ook dat ik clipjes moet gaan bijmaken. Of clipjes gaan bijplaatsen. Hier zie je het laatste clipje. Maar je ziet dat de plant al veel groter geworden is. Morgen komt Cyril ook helpen. In de moestuin. Dus we gaan ook clipjes plaatsen. Nog een werkje voor morgen. Naast de zoveel werkjes in de moestuin. Maar één ding hoef ik hier alvast niet te doen. En dat is water geven. Het systeem vertrekt. Eigenlijk, ik zal het tonen van aan het systeem. Hier hangt het systeem van irrigatie aan de muur. En het komt er eigenlijk op neer dat ik hier een watervoorraad heb van 4000 liter. En die watervoorraad wordt geconsumeerd. Het staat allemaal in verbinding. Dus het niveau van het waterniveau is egaal. Het zijn communicerende vaten. Ik heb al 500 liter. Wacht, hè. Ik heb ongeveer... 200 liter verbruik nu, in een weekje tijd. Dus dat wil zeggen dat ik het waterniveau staat hier op 600 liter. En er zijn er 4, dus 2400 liter. Met deze hoeveelheid water kom ik nog een heel eind. Dus dit water gaat via een buissysteem, een slangsysteem, naar een pomp. En van de pomp ga ik dan naar... de groenten. Superleuk. Hier heb ik nog een stop op gezet. Maar het leuke is dat ik ook die bedden hinder nog zal voorzien van 13 mm darm. En dat ik dan ook, darm zeg ik altijd, ik moet slang zeggen, 13 mm slang. En dat ik dan ook mijn winterwortelen, mijn winteruien, alles wat ik nog kan zaaien voor het najaar en voor de winter, daar kan mee vochtig houden. Super systeem. Het detail dat ik nog vergat, maar ik heb ook een instructievideo die ik nog moet online plaatsen. Ik heb er nog wat werk aan. We hebben dit hier allemaal geplaatst, Peter en ik. Peter van Moestuinweetjes en ik. En we hebben, ik heb nog heel wat werk om alles te monteren, om een mooie instructievideo te gaan maken. Zo, dit systeem vind je op www.moestuinweetjes.com, mocht je ook geïnteresseerd zijn. En ik hoop dat jullie volgende video ook weer kijken. Ik ga nu mijn tuinbonen gaan oogsten. Ik zal eens kijken naar de aardappelen, maar ik zet het. Ik zet de camera op een statief. En jullie kunnen ook zo nog een beetje meevolgen. Tot de volgende keer. Dag!